mensen tussen de kolen. Hier zie je er een heleboel. Hierachter zie je er nog meer. Het zijn er zoveel dat het van boven wit is. Ik weet ook niet precies hoe dat komt. Het is ook, het is nog niet helemaal wit van de mensen, maar er zijn ook super veel mensen hier, namelijk 300. Je ziet ze niet allemaal in beeld en niet iedereen wil altijd in beeld, want dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn voor je goede naam, want actie voeren, dat houdt vaak in dat je goede naam opeens verdwijnt. En dat ze je een activist noemen in plaats van iemand met een hart voor de wereld en de samenleving, dat is tragisch. Maar hier zit ik met iemand, wil je in beeld? Ja hoor, kom maar. Hoi. Dag Code Roodkijkers. Hallo. En ik, hoi. Ik wil weten, hoe ben je hier gekomen? Hier, zeg maar, waar je nu zit. En hoe lang zit je hier al? Lopend en kruipend en struikelend over de kolen. wat zijn jullie nu aan het Badend. Doen? Wat we hier aan het doen zijn is gezellige bezetting houden. Een gezellige bezetting, want we hebben nergens echt last van. Winderig en nat weer. Dat betekent dat we weinig last hebben van kolenstof. En dat is ook heel erg fijn. En we zijn met leuk veel mensen. Dus je ontmoet nog eens iemand. Je praat nog eens met iemand. Je doet leuke dingen. Je schrijft dus wat op bulldozers. Leest een wat boek. Heb je allemaal opgeschreven? Oh, ik heb niks opgeschreven. Maar ik zie hier achter me een bulldozer met je moeder. Erop Kijk, staat. Daar is de bulldozer met je moeder. Want de aarde is natuurlijk... Naar de Galamiezen. En dat doe je met je moeder ook niet? Nee, dat doe je moeder niet aan, verdorie. En zeker moeder aarde niet, want dat is niet zo slim.